Het is weer tijd voor Biweks Pitnieuws en deze week willen we het hebben over houtskool. Maar ja, voordat we dan beginnen over de houtskool zelf, beginnen we altijd met het grootste probleem. Hoe maak je nou zo'n zak open? He? We kennen allemaal natuurlijk die zakken met een handig touwtje. En we hebben het allemaal eens een keer geprobeerd, maar je krijgt ze gewoon niet open. Nou, daar is een trucje voor. Dat zal ik je eerst even laten zien. Als je deze gewoon doorsnijdt en voorzichtig eruit haalt. Naar de achterkant. Door het eerste lusje. Dan kan je daarna zet je gewoon met één touwtje. Krijg je zo een zakje open. Ideaal. Nou, ik zou zeggen, ga dat thuis even beoefenen. Blijf altijd leuk. Wat wel handig is, op die manier doet. Oké, de zakken zijn geopend. Ik heb even wat stukken neergelegd. Rechts de Dammers restaurantkool, deze. En links de Best Charcoal Cabrajo Blanco. Nou, houtskool heb je in veel soorten en maten. We hebben ook een vrij breed assortiment aan houtskool. En mensen vragen heel vaak veel, wat heb ik nou nodig? Wat is nou de beste houtskool voor een bereiding? Wat moet ik nemen? Nou, zelf houden we altijd aan de Dammers restaurant houtskool. Dat is deze. Die komt van de Zuid-Afrikaanse acacia struik. Dat is een niet al te harde houtskoolsoort. Makkelijk aan te steken. Kan een hoge temperatuur bereiken wel. Brandt iets sneller als de andere. Maar ook wel heel makkelijk te reguleren. Dus de temperatuur kun je makkelijker naar beneden brengen en omhoog brengen. Het is een beetje een allemansvriend, een allround houtsoort. Nou, hoe maken ze die houtskool? Houtskool maken ze door in een oven stukken hout te verhitten, waardoor de waterdamp eruit gaat, methaan dergelijke, dat gaat er allemaal uit. Weinig zuurstof zit erbij en daardoor verkoolt het wel, maar verbrandt het niet. Dat wil zeggen dat er heel veel energie in het hout blijft zitten. Het is dus niet zo dat je een boom in de brand steekt en daarna blust en er klaar bent. Het wordt echt op die manier verhit. Dammers restaurant houtskool is FSC gecertificeerd hout. Dat wil zeggen dat er geen bomen voor gekapt worden. Hè, maar dat het van resthout gemaakt wordt en restdelen. Komt uit Zuid-Afrika. Dat zeg ik, is wat zachter, allemansvriend. Als je het kan horen zo. Dan hoor je dat gewoon een beetje dof klinkt. Pak bijvoorbeeld een Cabrajo Blanco. Dan hoor je echt een massief stukje hout. Dus, dames en heren, kool, allemans vriend. Eigenlijk goed voor elk gerecht. Geeft niet heel veel extra smaak en geur. Rookt nauwelijks op het moment dat je hem aansteekt. Het is ook prettig voor de buurt. En ja, ideaal. Zakken van 10 kilo. Dan hebben we de White Cabrajo Blanco van Best Charcoal. Die hebben we ook onder andere van Black Range. Komt uit Argentinië. Is een, hoe heet dat? Cabrajo Blanco betekent eigenlijk zoiets als witte eik. En is echt de hardste houtskoolsoort die we hebben. Dat zei ik al, je kan het horen, je kan het ook een beetje zien. Het glimt een beetje. Het is echt harder hout. En deze kan echt een hele hoge temperatuur krijgen. Ik moet zeggen dat die van Best Charcoal met aansteken kunnen ze een beetje roken. Ja, vindt niet iedereen prettig. Duurt iets langer voordat hij op temperatuur is ten opzichte van je Dammers restaurantkool. Maar kan wel heel hoge temperatuur bereiken. En deze hebben we bijvoorbeeld ook gebruikt voor onze pizza workshops. Dan vullen we de kolenmand van een Bikker Nek. Stoken hem op naar 275 graden met deze houtskool. En kan met één pizzamand kan je gewoon zonder problemen 3 uur je temperatuur op 275 graden houden. Zonder bij te vullen met één mand. Het formaat varieert er al van de stukken. Deze zijn wat kleiner, soms zitten er ook grotere brokken bij. Ja, je kan je voorstellen dat een eikenboom grotere stukken hout kan leveren als een acacia struik. Daartussenin hebben we ook nog van Dammers restaurant kool de Marabou. Ik moet even denken. De Marabou, die komt uit Cuba. Dat is eigenlijk precies de tussenmaat. Dus zeg je van, ik vind dit te makkelijk en te licht en te snel verbranden. Ik vind dit iets te zwaar en te moeizaam. Nou ja, dan pak je de Marabou uit Cuba. Ook een hardhout soort, maar net ertussenin
Ideaal voor lange sloopbereidingen. En ja, kan een hoge temperatuur bereiken, lange levensduur. En is een stukje zuiniger dan weer in verbruik als de standaard acacia. Nou, dan hebben we nog de vraag die we altijd krijgen over de grote en de kleine stukken. Oneindige discussies over. Kijk, gruis, dat is niks. Daar kan je niet mee stoken. Maar het verhaal wat mensen hebben, hoe groter die hompen, hoe beter, is echt verslagen onzin. Je moet goed nadenken dat houtskool die je gebruikt, die warmte die afgeeft, is de oppervlakte van de houtskool wat gloeit. Nou, je kan je voorstellen, als je 6 verzulke stukken hebt die rondom gloeien, dat veel meer warmte afgeeft als wanneer je 1 massief blok hebt waar je de buitenkant van alleen maar van gloeit. Tweede probleem natuurlijk is dat de zuurstofgeleiding, als je hele grote hompen in je mand hebt liggen, heel anders is en veel lastiger is als met iets kleinere stukken. Ja, als ik een mandje van gisteren erbij, dit is het Delmas restaurant houtskool, acacia. Je ziet ook, zijn echt een beetje takkenvorm zit daar ook tussen. Maar je kan je voorstellen dat hier heel mooi de zuurstof van alle kanten tussendoor komt en dat je gigantisch veel gloeioppervlakjes hebt. Dus ja, persoonlijk vind ik dit gewoon een perfecte maat voor je houtskool. Ideaal. Deze zijn natuurlijk al wat kleiner als dit, omdat ze natuurlijk al een stuk opgebrand zijn. Maar ook hier zie je trouwens, klep dicht, zuurstof toevoer dicht en de volgende dag kan je hem gewoon weer opnieuw gebruiken. Nou, wat hebben we dan verder nog? Uiteraard heb je ook je briketten nog. We hebben kokosbriketten. Nou, dat is in een Kamado absoluut not done. Kokosbriketten die worden gemaakt van, of briketten sowieso worden gemaakt van, houtsnippers en houtstof. En dat wordt met een bindmiddel aan elkaar gemaakt. Hè? Of kokosbriketten dan van kokosschillen. En dat wordt aan elkaar gebracht met een bindmiddel en dat steek je aan. Het bindmiddel wordt meestal zo gemaakt dat het makkelijker aansteekt. Maar je weet nooit precies wat voor stoffen je allemaal krijgt. Waar deze in de oven juist helemaal uitgedampt zijn, gaan ze bij briketten het bindmiddel toevoegen. Nou, dat wil je eigenlijk niet hebben in je gesloten Kamado. Ik hoor veel mensen die dat gebruiken in de Weber en dergelijke, omdat je natuurlijk dan een snee kan maken en langere periode kan verhitten. En nou ja, dat kan ik me voorstellen. We hebben ze ook de kokosbriketten, maar in de Kamado niet doen. Ook de temperatuursregeling is natuurlijk veel moeilijker. Die dampen kunnen ook nog een beetje in keramiek trekken. Dus ja, voor een Kamado niet doen. Dus. Nou, houtskool, Dammers restaurant kool, allround houtskool. Dammers Marabou, iets hetere, kan je goed gebruiken voor lange sloop, blijft langdurig branden. Cabrajo Blanco of White Cabrajo, we hebben ze van verschillende merken. Ja, perfect houtskool voor hogere temperaturen, lange bereidingen en gloeit verschrikkelijk mooi, maar iets moeilijker aan te steken. Nou, ik heb hier zelf dan meestal wel 2 soorten staan. Voor de ene bereiding, lange sloop en hoge temperatuur gebruik dan de White Cabrajo of Cabrajo Blanco, net wat je welk merk je hebt. En de Dammers restaurant kool voor de onderhoud dingen, denk aan mijn ribeyes en etcetera. Ik hoop dat je er wat voor opgestoken hebt, dat je een beetje op weg geholpen hebt hiermee. En heb je vragen, bel gerust met de shop, kom langs en ja, we leggen het je allemaal graag uit. Houtskool is trouwens sowieso een product wat je lastig is om te versturen. He, ook in verband met het vergruizen en dergelijke ervan. Dus het is eigenlijk wel een product wat je het beste bij ons in de shop kan afhalen. Tenzij je zegt van ik wil de hele pallet tegelijk hebben. Nou ja, samen met je vrienden of wat dan ook. Bel even, we maken een mooie prijs voor je voor een hele pallet. En hij wordt bij je thuis bezorgd. Dat was het weer voor deze week. Mijn naam is Ab de Graaf. Dit was Bivex Pit News. Vind je het leuk om dit soort dingen te horen en te zien? Schrijf het even in op ons YouTube kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.